Binnen FS Pro 2020 kan je gaan publiceren naar de cloud. En om dat te doen moet je eerst en vooral naar publiceren gaan wanneer je document is afgewerkt. Je gaat naar publiceren en dan selecteer je de eerste optie publiceren naar de cloud. Het eerste dat je moet doen is je publicatie een naam geven. En de naam van de publicatie zal voor mij zijn EHBO handleiding. Daarna kies ik mijn schabloon. In dit geval zal ik website nemen. En een schabloon is de vorm waarin je je publicatie zal gieten. Een website is een specifiek schabloon. Ik heb ook de optie om mijn publicatie te gaan beschermen met een wachtwoord, ja of nee. Als ik ja zou selecteren, dan geef ik een wachtwoord op en zal mijn publicatie automatisch beschermd zijn. Daarover later meer. Ik deselecteer momenteel deze optie en ik heb dus mijn publicatie een naam gegeven. Ik heb een schabloon gekozen en ik selecteer publiceren. Zoals je kan zien wordt mijn publicatie nu voorbereid en FS Pro vertelt mij dat mijn document succesvol is gepubliceerd naar de FS Pro Cloud. Ik selecteer ga naar de publicatie om rechtstreeks naar mijn gepubliceerd document te gaan. Ik bevind mij nu binnen het gepubliceerde document. En langs de linkerzijde zie ik alle aanwezige mappen. Dit zijn maptitels. En wanneer ik op iedere maptitel klik, zie ik langs de rechterzijde welke blokken in die map aanwezig zijn. Als ik naar de eerste map 3C's uitvoeren ga, dan zie ik langs de rechterzijde dat er 3 blokjes aanwezig zijn. Als ik op een van die blokjes klik, dan ga ik automatisch de inhoud van dat blokje bekijken. In dit geval is dat tekst en een afbeelding. En kan ik met de pijltjes heel eenvoudig gaan browsen. Ik kan ook gewoon naar de tweede map gaan en opnieuw browsen. Een tabel wordt ook correct weergegeven. Bullet points. En in de derde map heb ik nog iets extra's gedaan. In de derde map zie je duidelijk dat er ook een YouTube-filmpje in zit. Nu, de manier waarop je YouTube-filmpjes in een publicatie kan krijgen, is zeer eenvoudig door een YouTube-link te gaan kopiëren en plakken in het FS Pro-document. Daarna klik je op publiceren en de YouTube-link zal automatisch getransformeerd worden in een werkende YouTube-video, zoals je kan zien. Op die manier kan je zeer snel en zeer eenvoudig een soort mini-website maken die je een heel mooi overzicht geeft van je oorspronkelijke document. Nu, zoals je kan zien, heb ik nu de huisstijl van information mapping. Uiteraard kan ik ook mijn document aanpassen naar de stijl die ik zelf graag wil. En dat zal ik tonen in het volgende videootje.